en welkom op mijn kanaal. Vandaag leek het me leuk om jullie te laten zien hoe ik van 6 mm ga proberen naar 7 mm te gaan om mijn stretches. Ik heb eindelijk besloten om verder te stretchen. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Laten we snel beginnen. Oké, om te beginnen. Wat je nodig hebt voor het stretchen is een stretching pin. Ziet er zo uit. Deze is massief. En uiteraard een sieraad om er daarna in te doen. Want die pin die wil je niet in je oor houden, want dat gaat alleen maar scheef hangen. Is loodzwaar, ik kan het je niet laten voelen helaas, zover gaat de technologie niet. Maar dit wil je niet in je oor, want dat gaat pijn doen. Dus ik heb gewoon een tunneltje gekocht met een o-ringetje dat ik hem er zo in kan schuiven. 1 per oor uiteraard. Ik koop zelf altijd allemaal spullen bij All Over Piercings, niet gesponsord. Maar ik ben gewoon altijd erg tevreden over de kwaliteit en dat is wel zo belangrijk. Voor de rest, jojobaolie kan, maar ik gebruik graag kokosolie, want dat heb ik toch staan voor wat extra slipperiness. Om het er doorheen te krijgen, wil altijd wel helpen. Even kijken, ik heb een lijstje gemaakt van dingen die ik niet wil vergeten te zeggen. Oh ja, dat ook nog. Ik ga proberen van 6 naar 7 mm te gaan. Als dat niet lukt, dan zal ik eerst naar 6,5 moeten gaan. In welk geval ik een keer een ander filmpje zou moeten maken, want dat zal ik dan eerst moeten bestellen. Maar stretchen hoort nooit pijn te doen, dus als het niet gaat, moet je gewoon eerst naar een kleinere maat gaan, een tussenmaat nemen dus. Voor je naar de volgende maat gaat, zodat je de bol niet uitscheurt, want dat is niet goed. En wacht ongeveer 4 weken tussen het stretchen voor je naar de volgende maat toe gaat. Ook wel zo handig dat je oor gewoon echt even de tijd heeft om goed te wennen aan de nieuwe maat. Bij de ene persoon gaat het sneller, bij de andere persoon langzamer, maar 4 weken is wel ongeveer het gemiddelde. Voor de rest, in een verse stretch kan je het beste de titanium doen of chirurgisch staal, zoiets. In ieder geval geen hout, want het poreus materiaal, dat kan, heb ik gelezen in ieder geval. En ik ben niet van plan om het zelf uit te gaan testen. In een genezende stretch kan het poreus materiaal zich vastzuigen, waardoor het vast gaat zitten erin. Lijkt me niet prettig, dus dat gaan we voorkomen. Ja, en dat is eigenlijk alles wat ik van tevoren te zeggen heb. Dus ik ga jullie wat dichterbij halen en dan gaan we de stress proberen. Oké, wat ik eerst dus ga doen is het o-ringetje eventjes van het sieraad afhalen. Oh, hij heeft zelfs een heel dip innetje waar het o-ringetje in hoort. Hoe dan ook, dan is hij dus aan één kant flared. Die kant wil ik aan de voorkant hebben, want het ziet er mooier uit. En aan de andere kant plat. Gelijk een dubbel flare erin is meestal niet zo handig. Want dat werkt meestal niet. Vervolgens ga ik met de pin in het gat. En door de olie glijdt hij er zo'n 20 keer makkelijker doorheen dan ik dacht. Ik had verwacht hier meer moeite mee te krijgen eigenlijk. Niet erg verder, maar oké. Wauw, ik had verwacht dat het serieus. Kijk, weet je, soms moet je het een tijdje in het midden vasthouden, zodat je oor kan wennen. Dat had ik nu ook verwacht. En dan had ik dus door eventjes geouwehoord over waarom ik naar 10 mm wil en alles. Maar daar geeft mijn oor me geen tijd voor. In ieder geval, dan is dus het punt om eigenlijk te proberen. Dit is het moeilijke gedeelte. Wauw, ik heb daarnet de dingen met decolleté laten vallen. Ik ben zo classy, niet normaal gewoon. Met de krielnagels is dat een beetje een lastige, maar het idee is om het sieraad er gelijk achteraan in te douwen. Dit is serieus. Ik ben blij dat het zo makkelijk gaat, maar dit is serieus de meest makkelijke stretchpoging die ik ooit heb gedaan. Voilà, 7 mm. Oké. Nou, nog proberen. Dit wordt wel moeilijker waarschijnlijk om de o-ring eromheen te krijgen. Die is altijd kleiner dan dat het sieraad is, want anders blijft hij niet zitten. Ik probeer hem er gewoon met een platte vinger tegenaan te douwen en dan hopen dat hij uiteindelijk zit. Hij zit nog niet, nee. Wauw, eindelijk iets wat lastiger gaat. Nou, dit geeft me dus de kans om in ieder geval eventjes wacht, ik ga eerst de andere er wel indouwen en dan ga ik wel met de o-ring verder klooien. En jullie uitleggen waarom ik precies heb besloten verder te stretchen. Oké, ik ga eventjes. Één o-ring is wat groter dan de andere o-ring. De kleinere die ga ik eventjes om de stretching pin heen douwen, zodat die alvast wat uitrekt. Hallo, gaat er. Oh, ik heb echt. O-ringen. Dat. Weet je, soms heb je een liefde voor piercings en een liefde voor acrylnagels. En de combinatie is gewoon een tikkeltje lastig. Als het met een o-ring niet lukt trouwens, ze blijven zo op zich ook wel zitten over het algemeen. Dus dat scheelt. Maar een o-ring is net wat handiger. Daarom gebruik ik liever dubbel flared. Maar een dubbel flared gelijk in een verse stretch douwen is wel een heel erg risico. Want het is gewoon net even een millimetertje groter. Dus ja, weet je, als je net gestretched hebt, heb je vaak die stretchiness nog niet. Maar goed, terwijl ik hiermee struggle om dus die o-ring erop te krijgen. De reden waarom ik van, origineel wilde ik 6 mm houden. Want ik vind het getal 6 leuk.
Zo ben ik. Oké, volgens mij komen we ergens. Maar goed, het punt is, ik wilde dus naar 6 mm blijven. Op 6 mm blijven, moet ik zeggen. Tot ik besefte dat op 6 mm er eigenlijk maar heel weinig sieraden zijn die werken. Ik bedoel, ja, weet je wel, de meeste mooie sieraden beginnen op 10 mm. Mijn o-ring zit erop. Jee. Maar goed, die beginnen meestal op 10 mm. Ja, weet je wel. En ik wil gewoon meer erin kunnen doen. Het is heel lastig om mooie sieraden te vinden op zo'n kleine maat als 6 mm. Dus 10 mm is toch handiger. En 10 mm vind ik, ja, het valt meer op. Wat ik eigenlijk wel mooi vind. Heel eerlijk gezegd, ik zat ook te kijken wat ik vaker doe, maar goed. Weer eens te kijken naar de filmpjes van Mikey, a.k.a. Glam & Gore op YouTube. En die heeft dus ook grotere stretches, maar weet je, niet hele grote, maar wel echt zo'n maat die ik persoonlijk heel mooi vind. Dus toen dacht ik, ik wil die van mij ook wat groter hebben. Ik weet niet, soms zie je iets en dan denk je, wauw, eigenlijk is dat best mooi. Dus vandaar, ja, bovendien, ook op 10 mm, weet je wel, ik kan er dan nog steeds dangle oorbellen indragen zonder dat ik het voor mezelf niet mooi meer vind. Dus ja, in feite denk ik toch dat voor mij persoonlijk 10 mm een meer ideale maat is dan 6 mm. Weet je wel, groot genoeg dat het meer opvalt en dat er heel veel sieradenkeuze is. Maar nog klein genoeg dat ik er ook nog gewoon normale dangle earrings doorheen kan douwen. Zonder dat het er voor mijn smaak niet mooi meer uitziet. Oké, en hier zitten we dan. Nou, dit bedoelde ik dus met dangle earrings. Nou, dit technisch gezien hoop earrings, geen dangles. Maar je snapt mijn punt. Die passen er ook gewoon nog zo doorheen, dus dat is erg fijn. Ja, dit ging zeer veel sneller dan ik had verwacht dat het zou gaan. Trouwens, qua de tapers, ik bewaar ze altijd wel. Dat mocht, weet ik van wat, ik eens een keertje een ongeluk hebben op vakantie. Dat er een tunnel uitvalt, het gat kleiner wordt of zo. En ik opnieuw moet stretchen, dan komen ze nog van pas. Ik weet niet of je deze echt hygiënisch zou kunnen bijvoorbeeld doorverkopen of doorgeven. Want ja, het is wel door een piercing heen gegaan. Hoewel het uiteraard niet hoort te bloeden of wat dan ook. Maar op zich, deze hoeven niet heel duur te zijn. Ik raad je ook wel echt aan om niet voor super dure tapers te gaan. Want je zag net, dat is eigenlijk puur de tijd waar je ze voor nodig hebt. Je draagt ze niet als sieraden. En het is in feite iets wat je als het goed is maar eenmalig nodig hebt. En zij je, ja weet je wel, je oorlellen weer laat krimpen. En na een jaar weer opnieuw gaat stretchen als je dat leuk vindt. Maar goed, ik bewaar ze dus altijd wel. Want ik bewaar altijd alles. Want je weet nooit wanneer alles nog eens een keertje van pas zou kunnen komen. Misschien, wellicht, waarschijnlijk ook niet. Maar ik bewaar gewoon alles, want zo ben ik. Dus ja, dat was het in ieder geval voor vandaag. Mocht je je trouwens afvragen wat deze make-up te betekenen heeft. Dit is niet mijn dagelijkse look. Dit is een Twiggy-inspired look. Ik zal hem hierboven ergens teruglinken. Want hij zal waarschijnlijk al online zijn voordat dit online komt. Want ik doe voornamelijk make-up tutorials, als je die wil zien trouwens. En meer van mijn piercing filmpjes kun je altijd abonneren op mijn kanaal. Als je dit filmpje leuk vond trouwens, klik dan alsjeblieft op de like-button. Dat zou me heel erg helpen. Als je nog vragen hebt over piercings, kan je ze altijd stellen. Onthoud alleen wel, ik ben geen piercer, ik ben geen arts. Dus ik kan alleen maar antwoorden vanuit mijn eigen ervaring en gezond verstand. Dus ja, dat was het in ieder geval voor vandaag. In ieder geval weer heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie weer een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!